de bewoning van de boerderij. En dan zeg ik bewoning even tussen aanhalingstekens. De mensen waren veel buiten. Wat deden ze binnen? Nou, ze overnachtten er. En er werd ook gekookt binnen. Maar verder werd het huis voornamelijk gebruikt voor opslag. Dit is één ruimte. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van in bodemvondsten. Want ze kunnen dus in de grond donkere vlekken zien. In zandgronden. Daar weten ze dus dat er bepalen gestaan. Dus als je het afgraaft en je krijgt een bepaalde structuur. Dan weten ze hier heeft ooit een boerderij gestaan. Nou, koolstofdatering, dan weten ze ook wanneer het is geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat er binnen muurtjes hebben gestaan. Het kan best zijn dat er een los vlechtwerk heb gehangen of gestaan. Of dat er lappen opgehangen hebben. Dat weten we dus niet. Alles wat boven de grond is, dat is dus verdwenen. We weten wel dat die boerderij drie deuren had. Dan denk je, nou, dat is ook lullig. Waar zijn er drie deuren voor nodig? Slaat nergens op. Nee. Het slaat in zoverre op. Ze kwamen met de os en de kar. Aan de ene kant binnen rijden. Ze konden de spullen op de zolder zetten. Waarschijnlijk lag die zolder over het hele boerderij, maar dan zie je de structuur nou niet meer. En dan konden ze dat erop en dan kon die os aan de andere kant er gewoon weer uit rijden. Maar de boerderij zelf werd dus voornamelijk, het leven speelde zich voornamelijk buiten af. In een boerderij woonden hun vader en de moeder en hun kinderen, geen opa's en oma's. Werd heel jong getrouwd, 13, 14 jaar, 15. Ja, als ze vruchtbaar waren en ze kenden alles wat ze moesten kennen, dan werd er getrouwd. En waarom? Ze werden ook niet zo heel oud, die mensen. Ze werden wel getrouwd? Ja, er waren echt ceremonieën. En we weten bijvoorbeeld van de Germanen dat overspel zwaar gestraft werd. Okay. Ja, dus er werd ook wel rechtspraak gehouden. Ja, dus er waren ook wel wat regels. Hè. En de dames hadden ook al echt toen al rokken en de mannen broeken. Het was dus niet zo dat er één dracht werd gedaan. Dat was in de bronstijd, een paar honderd jaar ervoor, 500 jaar ervoor. Daar hadden ze gewoon een soort hemd aan, wat dan één schouder vast is. Althans, dat is gevonden. Misschien dat er ook al maar twee stukken vast waren en een riem eronder. En een hele simpele lap of van leer. Maar dat was nog niet zo'n onderscheid tussen mannen- en vrouwenkleding. En dat is in de ijzertijd dus wel zo. Er zitten hier wat meerdere slaapplaatsen. Je ziet dat die bedden omhoog gebracht zijn. Artritis van en jicht en dat soort problemen. Dus ze hebben allemaal waarschijnlijk van de grond af geslapen op strozakken. Stroozakken slapen best lekker, dat hebben we wel uitgeprobeerd. Zo af en toe doen we eens meerdaagse experimenten. Deze dingetjes, die zijn dus door heel Nederland gevonden. Dit zijn zoutgootjes, ja. En we kunnen dus aan de onderzoekers is gekeken waar dat dan vandaan kwam. Nou, dat kwam dus echt van de Nederlandse kust vandaan. Onder andere bij Katwijk werd dat gedaan. Daar werd zout gewonnen. Als je twee van die dingetjes nu op elkaar legt en je houdt er een lapje onder van leer of stof en je vult hem met zout en je bindt het af, dan kan je zout vervoeren. En dit was dus het allereerste verpakkingsmateriaal. Na gebruik werd het weggegooid. Dus het was maar voor eenmalig gebruik bedoeld. Eten werd gekookt in aardewerk potten. Niet geglaceerd, want dat kenden ze dus nog niet. En ijzer, van het eten ijzertijd, dan moet je denken dat in het begin van de ijzertijd misschien een mes op de boerderij aanwezig was. Die zijn overigens alleen in vrouwengraven gevonden. Daarna was een bijl ook wel heel erg belangrijk. En bij sommige stammen dat echte krijgersvolkeren waren, daar waren dus meer ook zwaarden, maar echt pannen. Dan ga je al bijna naar de Romeinse tijd toe. En ik neem aan dat Anton verteld heeft waarom het zo abrupt is geëindigd. Dat het opeens de Romeinse tijd werd. Of heeft hij dat niet verteld? Ja. Nou, de bronstijd die ervoor is, dat loopt heel geleidelijk over in de ijzertijdperiode. Dat is niet zo'n strakke lijn. Vandaag vinden we oer, morgen smelten we het uit, overmorgen maken we mes en we hebben ijzertijd. Nee, dat ging dus heel geleidelijk in Nederland. Gebeurde dat.
Maar het eindigde wel heel abrupt. Dat weten we heel precies in 51 voor Christus. En waarom? Toen kwamen de Romeinen in Nederland. Die brachten zoveel nieuwe dingen mee. Onder andere konijnen en katten. Want die kwamen hier helemaal nog niet voor in die tijd. Ze brachten ook het schrift mee. Daarmee begint ook onze geschreven geschiedenis. Dat begint onze historie. En alles voor die tijd, dat noemen we dus prehistorie. En dat is dus een vrij abrupte lijn van prehistorie en historie. Dit zijn lampjes. Daar wordt dus bijenwas in gedaan of olie en dan een lontje erin. En dan heb je een soort kaarsje. Echt veel licht geeft het niet. De boerderij is in de regel erg donker. We hebben hier gevlochten deuren in, dan komen nog licht binnen. Hier is de deur op het moment eruit gehaald. Maar in principe is het vrij donker in de boerderij. Als je echt wil gaan weven of iets wil doen, dan kan je dat beter buiten doen. Dan moeten er hier nog twee bijzondere potjes zijn. Ja, ik heb hem. En deze. Dit is een pot met een gat. Ik weet niet hoe het ziet. Hier in het midden zit een gat. Ja. Wij doen hier gedroogde berkenbas bovenin. We zetten het erop. We graven de boel in bij het vuur. En we gaan een vuurtje stoken. Hier komt een deksel op. Die is verdwenen, zie ik. Maar er komt hier een deksel op. Het wordt helemaal dichtgesmeerd met leem, dat het goed afgesloten is. En er wordt gestookt. En dan na een aantal uren maken we het open. En wat hebben we dan in de onderste pot? Teer. En teer werd gebruikt als lijm. Dat is onze lijm. Want je moet je speerpunten toch wel vastmaken. Soms moet je wel eens iets vastmaken. En dat deed je dus met teer. Dat was dus lijm. Nou, dit is wat dat betreft... Onze potten, mensen hebben het wel eens gezien. Dit is een spintel. En dan wordt zo wol. Nou, een hele goede spinster. Die kan ongeveer 60 meter per uur halen. Ik niet, want ik doe het niet elke dag. Dus ik haal dat niet. 60 meter. Als je die 60 meter hebt, dan moet dat nog getwijnd worden. Nou, dus 30 meter draad over. Om een rok te maken heb je meer dan 5 kilometer draad nodig. U ziet wel dat je heel dun kan... spinnen, hè? Het is dus niet altijd van die dikke, grove draden. Dat sommige mensen. Het breekt helemaal niet af. Ja, het is heel zwak. Dit is heel zwak. Maar als je nou meer dan die hoogte dan moet lengte ik, hebt, ja. Wat doe je dan? Nou, dan haal ik hem hierboven, haal ik hem even het knoopje eruit. Draai hem daarop. Ja. En dan draai ik hem op en dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Wol is eigenlijk vrij zwak en erg gevoelig voor mot. Kijk, het er weer op. Ja. U wordt zo opgewonden. U zegt voor twijnen, wat is dat dan? Twijnen is, als ik deze vol heb, dan haal ik het eraf, ik doe het op een bolletje en ga opnieuw beginnen. Maak daar ook een bolletje van en als ik dan twee bolletjes heb, die doe ik allebei in een schaal, pak de uiteinden op en ik ga dat hier aan vastmaken en ik ga weer draaien. En dan worden die twee draden aan elkaar gemaakt. Ja, en dan krijg je een iets sterkere draad. Vlas daarentegen is vele malen sterk. Want dit kan een baby nog kapot trekken. Dit heb je helemaal geen kracht. Niks. Ja, ligt waar nu die wol in ligt, dat lijkt wol daar onderin, achter die mevrouw. Als je daar dit erop legt en je slaat erop, dan gaat die buitenste kant kapot. Nou, en als je die buitenste kant afhaalt en je gaat het uitkammen, dan wordt het zo fijn als mensenhaar. Ik heb ooit wel eens een hele mooie bos gehad, dat is er van over. Maar iedereen dacht dat dat een paardenstaart was, maar dat was dus vlas. Vlas is vreselijk sterk. Dat kan je niet kapot krijgen. Je snijdt in je vlees. Dus dat gaat niet. Vlas is veel sterker. Goed gesponnen vlas en geweven vlas gaat 3 generaties mee. Koop gerust die theedoeken in Frankrijk, maar op die rommelmarkt erop. Die echte linnen gaan heel lang mee. Die zijn niet kapot te krijgen. Hier hebben we nog manieren om meel te maken. Mensen vragen wat aten die mensen. Nou, vrij simpele dingen. Ze kenden linzen, ze kenden duivenbonen. Ze kenden pastinaak, een soort wortel is dat. Dat is weer helemaal terug van weg geweest. Ze verbouwden graan, rokken, haver. Maar ze aten geen brood. Ze aten wel eens brood, ze wisten ook wel hoe ze het moesten maken. Er zijn ook wel resten van gevonden, maar het was geen onderdeel van hun dagelijks voedsel.
Ze aten 's ochtends pap. En dat kon je dus met smaak variëren door dus van boter in te doen, of gedroogde appels, of hazelnoten. Walnoten kenden ze nog niet. En daardoor had je een beetje smaakvariatie. Ze konden al bijen houden, dus ze hadden beschikking over honing. Ik wil niet zeggen al heel veel, maar ze kenden het als zoekmiddel wel. Ze maakten er ook graag honingwijn en honingbier. Maar om een broodje te maken, zo groot, ben je dus 2,5 uur aan het malen. Zo. Dus dat is gewoon geen doen. Als je met z'n viertjes of zesjes hier woont, zo'n broodje douw je ook in je holletjes. Het was wel stevig brood, van spelt gemaakt, maar ja, dat was eigenlijk geen beginnen aan. Tegen het eind van de ijzertijd kregen we dus deze handmolentjes. Er werd hier de graankorrels ingedaan en dan kon je draaien. Je ziet het er al tussenuit komen. Op deze manier is zo'nzelfde broodje 20 minuten. Dat is al een aardige verbetering. Verder is er nog een mogelijkheid. We hebben het niet teruggevonden, want hout vergaat. Maar het zou kunnen zijn. En daarom hebben we hem erbij gezet, voor het geval dat. Ze konden het ook stampen. Maar daar hebben we geen bewijs voor. Wel, die stenen worden teruggevonden en de handmolens zijn teruggevonden. Hier vind je natuurlijk niks van terug. Omdat hout vergaat. Een draadje in, of nog erin. Ik laat het een heel klein stukje zien. Maar het is wel heel grappig dat dat dus in Engeland en in Scandinavië en in Duitsland, daar heet het dus ook sprangen. Je pak een draad op en je laat er eentje vallen. Even kijken. Ik ben andersom begonnen. Het is haken zonder naald. Ja, zoiets. Ja. Even kijken. Ze hebben er aangezeten en er zijn draden uit. Maar het komt erop neer dat je de achterste draad naar voren haalt en de bovenste naar beneden laat vallen. En dan... net als met breien heb je dus recht breien. Nou, hier kan je de draad over de andere heen leggen. Dan gaan er rechte strepen ontstaan. Maar als je dan de ene keer de draad van links over rechts legt en de volgende toer van links over rechts, andersom, dan ga je dus die ruitpatronen krijgen. Bovendien is het heel erg rekbaar. Dat is heel erg geschikt voor netten te maken. Onderin is het een stuk minder rekbaar. Er werden ook haarnetjes gemaakt in die tijd. Ik vind het alleen te warm nu, maar ze kenden dus haar netjes, werden er gedragen door de vrouwen. Dus dit is eigenlijk het vlechten. Ze noemen het wel eens Egyptisch vlechten, omdat het voor het eerst gevonden is. En ze wilden er een naam aan geven, maar die techniek is al veel ouder dan dat het bij de farao's bekend was. Allereerst zijn de mensen begonnen met filten, want daar hoef je niks voor te doen. Je doet wat wol in je schoenen. Of je om je voeten wikkelen, je lappen eromheen wikkelen of leren lappen erin. Je gaat lopen en het wordt vanzelf een schoentje bij wijze van. Dus filter kenden ze eerst, daar hadden ze geen hulpmiddelen voor nodig. En daarna zijn ze eerst gaan vlechten en daarna pas gaan weven. Terrein rond en maken ze een praatje met de vrijwilligers. Ja, oké. Prettige middag. Ja, dankjewel. Dankjewel.